Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Volgens met Joey. Volgens met Joey. In deze aflevering pakken we Willy en Mio, want bij 5000 likes zouden we een 2.0 aflevering maken, namelijk Willyproof. We gaan met deze aan de slag, begrenzen, Willyproof maken en we gaan mee naar, hij zal aan, plaats halen. Oké, de jongens, inmiddels zijn we beland bij DDL Juni in Klaasvaal en hier gaan wij zo op de testbank deze Simio testen. Eerst laten we zien wat we de verleden keer deden in Volgens met Joey met deze Simio en daarna gaan we deze testen en dan de testbank op en deze Mio wheelieproof maken. Eén persoon gaat die echt begrensd en ongrensd gewoon fucking hard. Begrensd 35, ongrensd 60. We gaan nu twee persoons begrensd en ongrensd rijden en kijken of je dan nog steeds die 35 begrensd haalt of 60 ongrensd. Geen begrensd, dus 34. Nu gaan we omgrenzen. Kijk of je over 60 gaat. Oké, ja, ben ik weer. Ik moest heel eventjes afnemen, want was net een, moest eventjes gewoon een weggetje op. We gaan nu laten zien hoe die nu dus rijdt. Vol gas! Over een uur gaan we 60. Kom op, kan ik hem niet duwen die kant op? 1, 2, 60. Nee, oké. Hij komt eraan, we hebben geen toeren te bouwen. 40. 50. Ah, oh, ja, auto, ik schrik met de tering aan. Oké, nou, inmiddels 50. Oké, de jongens, dat was hem. Zo rijdt hij nu. Hij trekt echt kut op. Het kan beter. Dat zei ik in de vorige video ook al. Dus dat gaan we nu bewerkstelligen. We gaan dus eerst binnen bij DDL. Gaan we Dennis eventjes zien. En dan gaat hij de testbank opkijken wat hij nu aan vermogen heeft. Oké, de jongens. We zijn nu bij DDL en toen ik net onderweg naar DDL ging, toen kwam ik dit boekje tegen. Dit is Lana van de vorige film, hebben we al een video mee gemaakt. En zij gaat helpen vandaag met het afstellen op de testbank en... tunen. En tunen. Ja? Oké, hier is de testruimte van DDL Tuning met de testbank. Dennis! Oeh, ging bijna. Dit is Dennis' lijst van DDL Tuning in Klaasvaal. En je zou hem kunnen kennen van de Thundership van de Thundeneos. Die hebben we al op deze testbank afgesteld. Vandaag zijn we weer terug met de Simio, omdat ik een belofte had gemaakt. Met 5000 likes zouden wij de Simio opnieuw aanpakken en wheelieproof maken. En ik heb met Dennis gebeld vanmiddag welke spullen moet ik regelen. Dennis zei even een variootje, even een feestnaadje van Polini. Dus die hebben we bij ons en we gaan nu aan de slag. We zetten op de testbank en gaan eerst kijken wat hij nu aan vermogen doet. Lanitovic, are you there? I am here. Oké, wait there for one second. Oké. Lanitovic, can you hold the scooter please? Yes, I can. Dankjewel. Even vasthouden, ja, dat het niet valt. Nou, we spannen heel eventjes de Mio in de testbank. En niet gedraaid. Oké, perfect. Lana, goed gedaan. Zet die gelijk staan. Oké, dan willen jullie dat Lana nu deze Mio gaat testbanken, dan moet je nieuw blijk drukken. Waar moet ze op drukken? Op het blauwe duimpje omhoog. En op het blauwe duimpje omhoog, maar ook nu, oh, dat lijkt een duim is hetzelfde. Als jullie willen dat Lana nu deze Mio gaat testen op de testbank, dan moet je nieuw blijk drukken, moet je nu het blauwe duimpje omhoog drukken. Wat voor alternatief hebben we nog van het woord? Thumbs up! Oh, thumbs up. Thumbs up, dan gaan we nu, gaat Lana nu, Lana gaat nu, wat gaat ze doen? Lana gaat nu. Als je op like hebt gedrukt, de scooter testbanken. En Dennis houdt ze hard vast. Ik ga hem voeten voor de rem. Voor de noodstop. Oké, top, daar gaat ze. Daar gaat ze, jongens. Ik zal de deur even dicht, want er komt vet veel deze wel vrij met deze brommen. We gaan heel snel de toertassensor aansluiten, dus ik moet even het kappen loshalen. Dus als je zo meteen denkt van waarom zijn die kappen weg, daarom dus omdat we dan op de bushiekabel een toertassensor kunnen aansluiten. En dan kunnen zien dus hoeveel toeren die maken. Dat is wel interessant om te weten, zeker wanneer we straks gaan afstellen.
Dus we halen even het kappen los, doen de toertas in ze aansluiten en dan gaan we starten met testen en dat mag Lana doen. Yo. Lana is blij, hoor je dat? Nou cool, hier zit dus de bougiekabel en daar kunnen ze zo meteen de toertas sensor aansluiten en dan hebben we een toertal. Snap je toch? Ja, ik snap het helemaal. Wat is een toertal, Anna? Oké, okay, een andere vraag voor Lana. Een andere vraag voor Lana. Lana, ben je er klaar voor? Nee. Dan gaan we. Wat is het verschil tussen een geel en een blauw kenteken, behalve de kleur geel of blauw? De ene is een helft. Zeker, de hulplijnen zijn in deze film niet. Ik ga bellen. Ja, nee, nee. Dus? Net de ene moet je met een helm rijden, toch? Ja. Welke is dat? De gele kenteken, plaat. Ja. En de blauwe kenteken, plaat, niet. Oké, dat is inderdaad één verschil. Er is nog één belangrijk verschil. Want, dan moet jij nu aan de kijker vertellen. Met een blauwe plaat, zonder helm, mag je 25 km per uur. Ai, en met een gele helm? Gele helm, oh! Dennis houdt zijn hartpad. En met een gele plaat? 45, toch? Oké. En met een gele brede vierkante plaat? Dan is de motorfiets. Dat is een motorfiets. Ja. Oké, cool. We gaan aan de slag. Oké, cool. We gaan de sensor aansluiten en Lana die gaat op de scooter zitten. Hé, maar Lana heeft trouwens nog iets meegenomen. Wat heb je meegenomen? Een pak. Kan je hem even pakken? Hier zijn de sleutels. Oké, Lana gaat iets pakken. Een leuk pakje voor jullie jongens, let maar op. Wat zie je van mijn stichtje? Een spontane meid en het viel me op dat ze best wel goed rollen kan wisselen en dat soort dingen. Ja, hè? Oh, hij heeft de film gekeken. Alleen de fruttele tram wist je niet. Ja, maar dat en de startkick, hè? Want die hebben wij ook. Ah, leuk. Gaan we kijken of ze dat herkent inderdaad. Ja. Maar ze doet het erg goed, hè? Ja, ik vind het sowieso leuk als een meid iets met techniek doet en niet van vieze handen of zo. Ja. Dat zie je heel vaak, dat ze gewoon niet... Als een motor wil aanraken, want je poets is al te veel. Inderdaad. En dat vind ik gewoon heel stoer. Dat vind ik heel tof. Oké, en inmiddels is Lana terug. En wat heb je bij je? Een werkpak. Een werkpak. Workpack. En wat nog meer? En een trui. Laat eens zien aan de camera. Enthousiasme. Oké, ja? 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 Oei, roze, een girls rock trui. Van wie is die trui? Van Joey. Oh, wat staat hier? Vette film, man. Oké, nou. 15-jarige jongens, gaat hij zich even aankleden. Dat gaan we niet filmen, dat ga ik ook niet zien. Want zij gaat eventjes ergens even naar een privéruimte, gaat zich omkleden. Met de Powerpuff Girl trui. En een Joey schaar 2017, genuine, door Joey gedragen, overal. Van zaterdag was dit, 2017. Ken je trouwens nog meer mensen met een pak waar een dag op staat? Ik ken niemand. Dennis, ken jij iemand? Nee, niet. Ken jij iemand met een dag op zijn pak? Nee. Dinsdag. Top. Nou, trek maar aan. We zijn benieuwd. Oké, jongens, ik wil zo meteen dus weten. Als Lana weg is, gaan we even praten. Oké, nu kan ze ons niet horen, want ze zit in de testbank, dus dat dent als een malle. Dennis, wat voor cijfer geef jij als Lana zo meteen met een papenkultrui en de Joey Schaar overal 2017 zaterdag? Ik denk een 10. Ja? Ja, ik denk het wel. Dikke 10. Ik hoop dat die trui niet te groot is, want ik weet dat ik veel formaat heb. Maar het zou leuk zijn als de trui ook een beetje gewoon goed past, dat het niet van die hangarmen zijn, weet je wel. Ik wil weten wat jullie vinden zo meteen. Van Lana in een Joey Schaar overal en een Power Girl trui. Wat voor cijfer geven jullie? Like deze video op Lana. Reageer om de video. Zometeen. Zijn jullie klaar voor? Lana! Ja, ik hoor miauw. Ik hoor miauw in de verte. Lana. 2 hours later. Er is iemand! De secret knock! Daar komt ze! Jongens, YouTube, wat voor cijfer voor Lanitovic! En die trui is veel te groot! Hij is veel te groot! Dat pak ook, ouwe! Ja, nee, dat pak is perfecte maat. Oh, je hebt me helemaal ingesteld. Zeker. Oké. Cool! Ja? Ja. Nou, Lanitovic is de monteur achterbij. Ze gaat nu de brommen testen. We gaan kijken wat hij aan vermogen doet. Lana, neemt u plaats. Oké, nu? Het staat wel roze. Lekker roze. Oké, we gaan hem... Dennis gaat je vertellen wat je moet doen. Ja, oké. Dan gaan we, jongens. Oké, Lana, ben je klaar om te pompen?
denk zo. Vol gas met het hok. Ja? Ja, start maar. Ja? Ja, helemaal gas. Helemaal vol gas. Zo. Lader geeft nu nog vol gas. Waarom gaat hij maar 30? Oh, er zit een begrenzer op. Ik ga even het knopje drukken en dan kijken wat hij even boven doet. En even gas los. Oké. Ik ontgrens hem nu, hoop ik. Oh, dat kan je zien trouwens. Er zit een lampje aan. Ja, hij is ontgrensd. Vol gas. En het vliegtuiggeluid, hoor dat vliegtuig! Daar gaan we aan werken, jongens. Hij pakt wel 65. Oké. Okay. Goed, jongens. Lana, kom er even bij met je roze Powerpuff Girl shirt. Ging het? Ja, dat ging wel goed, denk ik. Vond je het moeilijk? Nee. Oké. Okay. Wat merkte jij aan de computer wat er gebeurde met die brommer? Je stelt wel goede vragen. Ja. En de hulplijn is er niet. Nee. Zal ik maar beantwoorden dan? Ja. Samen met meester Dennis? Dat is meester Dennis. Wat gebeurde er? Oké, okay, Dennis, kom er even bij. Dan ga ik, hij is fucking lang aan. Weet je, ik moet nu op mijn tenen staan. Oké, dus. Jongens, jullie zagen het. De Simio op de testbank. Gewoon in de begrensde stand ging hij 30, 35. Nou, dat is prima. Ongrensd ging hij gewoon bijna 70 op de testbank. Hè. Maar, Dennis gaat nu vertellen wat er mis ging met het rijden van dit ding nu. Ik denk, maar dat gaan we even proberen zo meteen. Dat de rollen veel te zwaar zijn die erin staan in de variteur. Want hij trekt vreselijk slecht van zijn plek af. Dat kan je goed zien in de shot als je naar het wiel kijkt. Daar gaan we nu wat aan doen. Waarschijnlijk zitten de rollen er nog in van de snowscooter. En die zijn, ja, 9 of 10 keer zijn die veel te zwaar. Dus daar gaan we nu aan werken en een optimale set zoeken. En als we die gevonden hebben, dan laten we dat weer zien uiteindelijk in de test. En vanuit stilstand, met die koppeling, ja. Er gebeurt precies helemaal niks. Hoe weet ze dat? Hoe weet ze dat? Ze zei het één keer goed, hè? Ik heb het niet tegen haar gezegd, dat heeft ze zelf verzonnen, hè? Maar er gebeurt geen moe, mensen. Dit ding trekt voor geen meter. Inderdaad, als hij uiteindelijk op toeren komt, ja, dan gaat hij wel. Dan zie je ook gewoon even 3 pk pakken, weet je wel. En dat is wel veel, moet ik zeggen, voor het ding. Maar we gaan kijken of we meer pk eruit kunnen halen. En vanuit stilstand tot aan het eind gewoon een hele mooie lijn qua vermogen. En dat ga ik samen met Dennis doen. Dennis heeft laatst zijn vleugeltje gebroken. Dus het sleutelen doe ik. En Dennis gaat mij zeggen wat ik moet doen. Want Dennis is wel de masterbrein, weet je, de master. Je weet toch zelf? Wat is Dennis? Masterbrain. 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 Dennis is de masterbrain. Oké, Dennis is van de fucking eindbaas en Dennis weet wat voor ingrediënten in het ding moeten. En we gaan gewoon dingen testen. Dus, nu gaan we beginnen met sleutelen. We gaan kijken naar de ultieme... We gaan kijken naar de ultieme setup. En daar heb ik meegenomen allereerst een Paulini Vario. Een nieuwe V-snaar. En Dennis heeft heel veel rolletjes en sproeien liggen en trekvinden en de koppeling en nog meer shit. Dus we gaan lekker aan de slag. Ik pak het even uit de bus. We gaan aan de slag. Oh ja, trouwens. Dennis gaat vertellen nu aan Lana hoe ze de kartkap kan openhalen en dan ga ik ondertussen spullen pakken. Oh, die was, oh, die deed pijn! Oh, ik ga weg, ik ga naar mijn bus. Nee, dit is goed. Laat me zitten, YouTube. Zo terug. Ja, mag je even van mij de kartendeksel eraf gaan schroeven? Als je niet weet, moet je gaan vragen. Wat moet ik als eerst gebruiken? Die. Deze als eerst. Oké, ja. En uiteindelijk heb ik deze nodig voor de Vario, maar we moeten even kijken. Het zal waarschijnlijk een DOP 17 zijn, denk ik. Dus die heb ik daar ook nodig. En dan kan je met deze kwijt deksel losschroeven. En ik denk, even kijken dat het luchtfiltertje ook nog vast zit. Ik ga het hier gewoon uitleggen, dat komt helemaal goed. Ik ga vandaag wel een DOP 10 schilder in. Hij gaat wel snelle plakken sleutelen natuurlijk. En ik ook. En wij gaan Breaking Bad. Oké, jongens, ik ga even het laten zien. Komt u erbij, cameraman? In de vorige video zag je dat de oude variteur helemaal versleten was. Alles naar de kloten. De V-snaar zelf was helemaal naar de kloten. En als ik me goed herinner, en mijn geheugen is fucked up, hè, want ik heb heel veel aan mijn hoofd elke dag. Als ik me goed herinner, zat er zelfs 12 fucking gram in die originele Vario. Dus dat is sowieso veel te zwaar. Ik heb hier een nieuwe originele bando snaar. Ik had dus ook gebeld met de leverancier van hey, is bando origineel? Ja, bando is origineel, dat wist ik niet.
En we hebben hier een Pollini variateur die je ook kan bestellen op www.joeyschapendel of DDL Tuning. Een Pollini variateur voor de Simeo speciaal. En we gaan kijken wat dan de ideale setup zou moeten zijn. Geen gedop voor. Oké, hij is open. We hebben hier de Pollini Vario. Nou, die ziet er zo uit. 16 keer 13 gram rolletjes. 16 keer 13, dat is de afmeting trouwens, niet gram. En wat leveren ze? Ze leveren standaard een kleine 5 gram voor deze Vario. De druk voor Dennis, ga ik aan Dennis vragen. Moeten we die ook gebruiken, denk je? Ja, ja? Ik monteer het hele set van Pollini. Eigenlijk ja, ik monteer ze zelf ook wel regelmatig Pollini. Ik bedoel, we gebruiken ook wel andere merken. Maar, ja, natuurlijk. Ik vind zelf dat de sets heel goed zijn van Pollini, ook vanuit de fabriek. Dus die drukveerspanning die klopt heel erg bij die variteur. Okay. En we beginnen gewoon even met standaard setting erin, wat ze gaan doen. Of wat hij gaat doen, zeg maar, op dit pakket nu. Ja. Eigenlijk moet je zien, die variteur met die rollen en die drukveer is voor een 45 km versie. Ja. En dan echt een goede update daarvoor. Ja. Dus ik denk als we het hierin zetten, dan een heel eind in de goede richting zetten. Geef niks, want het werk gaat gewoon door. Dus je hoort inderdaad wat Dennis zegt, we gaan de hele set monteren. Zo dan expres om het verschil goed te kunnen laten zien. Als eerst gewoon lekker de veesnaar vervangen. De hele variteur. Oké, dit is niet de bedoeling. Het spijt me, dat zijn wel gelukkig webshop bestellingen. Ja. Dus ik hoop dat ze nu gewoon allemaal een Simeo variootje bestellen bij mij en bij Dennis. Maar goed, ook door. Ja, inderdaad. Ik bedoel, als ik deze film niet blijven maken. Maar wat we dus gaan doen, wat we nu gaan testen is allereerst de nieuwe variateur van Pollini met de rolletjes die erbij geleverd worden. Een nieuwe feestnaar, koppeling in huis gaan maken. Kijken hoe die daaruit en reageert. Misschien moet er ook nog andere sproeien in, dat zien we later. Maar we doen dus eerst dus die set wat ik net dus zei. En dan expres later die drukveer om te kijken of het dan het verschil weer verbetert. Ja, exact. Het kan natuurlijk ook niet verbeteren en dat gaan we dus echt uitzoeken. Want dat is gewoon heel fijn om te weten voor zowel jou als mij. Omdat we gewoon het beste resultaat willen en een Willy Prof Simeo. Dus, Lana Itovic, are you ready for this? Yes, I am. Even de bril! Pop-up girl! Cool, we gaan lekker sleutelen. Oké, Lana. Dan mag je de kaartenkap loshalen. Hey Lana, ja, wat is dit? Zeg wat ik moet doen. Wat is dit? Een kickstart. Oké, cool. Haal hem los. Hey Lana, kijk, er zitten hier boutjes. 1, 2, 3 en nog een paar. Dan moet je even losvullen en dan kan je met deze doen. Ja, hij is klaar. Ja? Hoi. Yes. Die daar. Ja. Nee, onhandig is zo'n bril. Jullie vragen misschien af. Waar? Linksboven. Jullie vragen misschien af waarom we met zo'n bril werken. Dat is helemaal, heeft helemaal geen reden. Het is gewoon super maffia, dus daarom doen we een bril op. Oké, leg hier. Oké, daar zijn we weer. Bij alle versleten onderdelen. Ja, het doet gewoon pijn. Het doet gewoon echt pijn in mijn corazon als ik er naar kijk. Hoor. Echt. Maar goed, we gaan eventjes. Lana, heb jij een frikulateur hier? Je hand, Joey. Naast je, daar. Is dit een frikulateur? Ja. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat je het niet zou herkennen dat er geen draadje aan zat. En dat hij niet groen was. Oh, oké. Okay. Oké, okay, cool. Een doppie. Als het goed staat net ook een doppie ergens. Ja, zeker. Daar is hij. Een doppie. En het is een... Voor de koppeling. Oké, okay, Lanitovic. Oh man, er komt veel viesheid aan. Zie je dat? Dit is een koppelinghuis. Die is hartstikke vies. Die gaan we schoonmaken. Een beetje remmen eindigen in een doekie. En even een beetje opschuren. Ja. Oké, okay, dat mag Lana doen. Is hij niet warm? Ja, hij is wel warm. Ik zat te wachten. Want ik ga dan zeggen dat hij warm is. Nou, kruppels moet je ook los. Het is een extreem versleten feestlaar. Zo ziet hij eruit. Ik wil het zo meteen een nieuwe zien. Dus deze gaan we weggooien. Assistent Lana. En hier hebben we de originele variateur met uit mijn hoofd 12 gram rollen. Dit was niet oké. Okay. Oh man. Shit, het is zo dat ik ze bijna niet eens kan vasthouden. En is een beetje warm eerlijk gezegd. Oh, helemaal verrot. Dennis, moet je zien, hè. Dit is verrot, hè. Je voelt de baan als een mal, hou. Ja, dit kan nooit goed lopen. Ja, ik ben echt blij met mijn baan. En goed job. Oké, dit is de oude variateur. Die ga ik gewoon aan de klant teruggeven. Het is zijn biootje. En hij heeft hem weer gelukkig ter beschikking gesteld voor de vervolgfilm van de vorige film. En ik ben één variogeleidertje kwijt. Nou, dan gaan we nu starten met het monteren van het originele variokitje. En Lana die gaat de koppelingshuis schoonmaken. En Dennis die gaat helpen. Om Lana te vertellen hoe ze de gemeentje kunnen opschuren.
Oké, ondertussen heb ik even de Vario klaargemaakt. En hier zie je twee verschillende Vario's. Je ziet ook tot waar de face nou altijd is gekomen. Nou, je ziet dat deze Vario kleiner is. Dat maakt ook helemaal niks uit. Omdat je ziet dat hij maar dit gedeelte van de Vario gebruikt. Je hebt hier een hele dikke rand die hij niet gebruikt. En dat betekent ook, Dennis, als ik het goed zeg. En dan moet ik even kijken naar Dennis. Met deze kleine variateur je sowieso winst hebt, omdat je gewoon minder materiaal hebt. Dus een lichtere variateur, daardoor meer vermogen. Dus om die reden is het al verstandig om sowieso een andere variateur... om een andere variateur... Ik moest even mijn neus ophalen. Knip! Dus om die reden is het sowieso verstandig om een andere variateur te nemen, in dit geval dan de Pollini. Maar het mag ook een losje zijn, want die is ongeveer even groot en even goed. Maar we gaan deze testen, we gaan deze monteren. En je ziet dus het verschil qua grootte. En qua rolletjes trouwens. Er staat nog verschil in. Natuurlijk sowieso het gewicht, maar nee, volgens mij is Simeo ook 16×13. Ik ga even vragen, ja, oké. Okay. Nee, dus qua grootte van rolletjes verandert het niks. Het is gewoon 16×13 rolletjes en dat is prima. Deze kan gewoon zo op de krukkast, dus dat doen we zo. Oké, dus hier is de krukkast. Je hebt geen andere dingen die je hoeft te monteren. Je kan zo de variateur er in één keer overheen schuiven en that's it. Zometeen, als de pulley klaar is en de koppeling, dan gaan we die terug monteren met de nieuwe snaar. En ik ga even kijken of er Lana is. Oh, kijk, dat ziet er goed uit. Dit ziet er perfect uit, jongens. Als je zo'n koppelingsmoment opschuurt, dan moet die helemaal zodanig opgeschuurd zijn dat die helemaal mat is. Dus, kijk, deze glimmende laag, die moet helemaal weg zijn. Ik neem hem even over. Gaat lekker lang. Pulleykoppelingetje is klaar. Dan hebben we hier de nieuwe snaar, die staat erin. En leesbaar monteren. Toch, Dennis? Ja, Dennis zegt ja. Nee, net gezegd. Ik had vroeger een Peugeot Ludix en daar had ik ook een feest aan zitten natuurlijk, want het is gewoon een scooter. En daar was hij onleesbaar gemonteerd, vond ik heel raar, dat snapte ik nooit. Heb jij een idee waarom dat zo is, Lana? Nee, geen idee. Kan je iets verzinnen? Nee. Ja, ze wil niet meer praten, want ze is gewoon bang dat ze verleden keer met die startkick dat het helemaal fout gaat. Ik heb echt geen idee, ik kan niks verzinnen. Nee? Nee. Oké, en denk je... Kijk eens ook, als je hem andersom monteert, wat er dan kan gebeuren. Ja. Lana heeft trouwens een goede vraag, en die is als volgt, aan Dennis. Wat gebeurt er als je de feestnaar verkeerd om doet? Je hebt een hele grote kans. Op sommige feestnaren staan een pijl voor de draairichting. Op het moment dat je hem andersom zou monteren is de kans mega groot dat hij breekt. Zo'n ding heeft een draairichting, zo'n snaar eigenlijk hetzelfde als bij een band. En het heeft te maken met de manier zoals die geweven is. Dus er zit een soort touwlaag in of carbonlaag, maar net wat erin gemonteerd is. Op het moment dat hij dus tegen de draairichting inlegt, ja, er komt best wel kracht op staan. Dus een grote kans dat hij gewoon knapt zich. Ja. En dan is dit een, zeg maar, even tussen haakjes, standaard brommer. Maar ben je te maken met een race brommer. Noem het Thunder Sipper, Thunder Rex, andere vette shit, Angry Bird trouwens. Ja, dan is het gewoon echt einde oefening, jongens. Dan is hij gewoon gelijk knakken. Unox. Oké, we gaan terug, we gaan terug monteren, fuck it, oké. Nog heel even kijken of Dennis ook deze nieuw heeft, want deze heeft ook echt serieus een slijtagebaan. En je hebt kans als je deze ook vangt dat je meer trekkracht en topsnelheid hebt. En minder toeren. En daardoor minder brandstofverbruik. Ook gaan de toeren omhoog. Yes! Nee! Oh, nee! Oké, goed. Jammer. Is hij anders? Nou, als hij het niet heeft, dan niet. Dan monteren we gewoon deze terug. En vergeet het ringetje niet, hè, jongens. Want als je dit ringetje vergeet, heb je kans dat je de krukkers voor het draait. Omdat je dicht op de krukkers komt. Huppakee. En dan de 17. Oké, die zit vast. Dan doen we even dezelfde kaart. Ik heb terug gaan kijken naar de volgende run. Of hij nu beter trekt. Vraag maar aan Lana of hij beter trekt. Ja, pas wel. En wat denk jij dat hij meer? Trakrecht heeft. Trekkracht. Trakrecht. 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 Dennis, denk je ook dat de scooter nu meer trakrecht heeft? Zeker weten. Ja, hè? Ja. Lana, meer trakrecht. Sowieso. Wat zei? Trakrecht. Ja. Lanitovic, are you ready for your next run? Oké, dan hop on please. Dan gaat ze weer. De eerste test die we nu gaan doen, jongens, is met de begrensde stand. En kijken of je dan nog steeds goed trekt en of je topsnelheid misschien enorm laag gaat. Want dat zou kunnen natuurlijk, omdat ik weer opnieuw moet afstellen die begrenzer. En als we dat hebben gedaan, dan gaan we om het grenzen en dan gaan we kijken of je bam, gewoon die 3 pk standaard kan aanhouden. Dat zou heel leuk zijn. We gaan het zien. Alweer. Oké, ja? Ja. Dan gaan we, jongens, de begrensde stand.
Als ik het niet al dacht, ga nog maar 18 km per uur. Dus ga even wat schroefje draaien, dat hij wat hoger op de topsnelheid gaat. Want zo val je natuurlijk door de mand als je bij de politie komt. Ja. Geef me vol gas. Ik denk dat ik nu goed heb afgesteld, want nu is op de begrensde stand ging je net 18 en nu loopt hij tegen de 30 aan. Nou, dat is prima. Ik wil één keer vol gas wil geven. Ja, toppen. Dat was de nieuwe begrensde stand. Hij loopt nu 30 km per uur. Nou, dat is mooi. Ik denk dat je dan gewoon prima wegkomt bij de politie. Dat betekent dus dat die Vario, die nieuwe V-Star en de rollen heel veel verschil maken qua hoe die zo meteen gaat rijden. Ik ga hem nu ontgrenzen en als hij ontgrenst is, dan brandt dit lampje. Yes, het lampje brandt nu en als Lana nu vol gas geeft, dan verwacht ik dat hij van begin tot eind veel harder naar zijn eind loopt. Dat hij veel beter oppakt dan net. En ik verwacht dat de topsnelheid minimaal net zo hoog is en ik hoop het toeren veel netter. Dan gaan we, vol gas. Ja? Goed gedaan. mijn nek af. We hebben gezien hoe hij in het begin reed toen hij binnenkwam, dus met die kutafstelling. We hebben gekeken hoe hij nu net begrensd reed. Nou, dat was niet goed omdat we dus al die dingen veranderd hebben even afgesteld. En daarna ontgrensd. En ontgrensd zag ik dat hij bijna de hele tijd 3 pk had. En dat is fijn. En we gaan heel even kijken naar de cijfers. En Dennis gaat toelichten wat die betekenen. De cijfers, jongens. 3,5 pk. Alle runs die we gemaakt hebben. Op de begrenzen geeft hij 1,5 pk. En loopt hij in deze lijn, in die rode lijn, loopt hij 30. Echt precies 30. En op het moment dat hij ontgrensd is, dat rode lampje ziet branden op de CD, wat Joey net liet zien. Dan zie je dus als het gas op het draad die één hele mooie strakke lijn opbouwt, zo naar zijn top toe. En dat is ongeveer 65 en dan leeft hij 3,5 pk. Nou, dat is gewoon perfect eigenlijk. Zo vooruit de doos. Dus ja. Zo gemonteerd, een Vario setje en dat soort spullen erin is gewoon één keer goed. Ja. Ja, nu even kijken wat die druk weer gaat doen. Dennis vertelde dus wat er aan de hand was. De lijn van het vermogen die loopt nu echt super fucking nice. Bijna helemaal recht. En dat is knap. Zeker omdat het variootje gewoon nu voor het eerst zou monteren. En er misschien nog zelfs een verbetering te behalen valt. Maar Polly heeft zijn werk goed gedaan. Je ziet dus dat het verloop echt fucking mooi is. En we gaan even kijken wat hij op de straat doet. En we gaan kijken nu als eerst, voordat we de straat op gaan, wat hij doet met die drukveer. Ja? Oké, ik haal nog één keer open. Vak het drukveertje. We zijn zo bij je terug met nieuwe runs. Hij is blauw. Ja, dat klopt. Maar het gaat om de lengte en de sterkte van de veer. En als je dus kijkt, ja, je zag het, we gaan nog gewoon monteren, slaat neer, alsof ik doe. Gaan we weer. Nieuwe drukveer zit erin en de drukveer heb je in de vorige video met Lana trouwens gezien, verleden week zaterdag. Die zorgt voor de druk op de pulley. En zonder drukveer kan je niet rijden, dat hebben we toen geleerd, met de halve drukveer wel. En met de juiste drukveer rijdt hij het best en ik hoop dat hij nu beter rijdt. Lana gaat het van de stand ophalen, jongens. Oké dan, nou dat lukt er ook al. Lana lukt ook alles. Oké, wat. Ik zit er snel in het laadje, want nu met de nieuwe drukveer loopt hij nu weer 5, 6, 37 zelfs. Dus we moeten weer de begrensde afstellen om te zorgen dat hij weer langzamer gaat lopen in de begrensde stand. En in de ongrensde stand hoop ik dat hij harder loopt en laagtoeriger op het einde. Lampje aan, lampje aan. Yes, hij is aan. 4 pk. We hebben net dus weer even een testje gedaan op de testbank en dat was met de blauwe Pauline drukveer toegevoegd. Met die blauwe drukveer deed hij wel 0,1 pk meer, maar
had hij bij 55 km per uur al dat rare geluid waar ik in de eerste film al überhaupt bang voor was. Dus wat gaan we doen? We doen nu de originele druk weer terug, omdat hij dan bij 65 pas het rare geluid gaat maken, of in ieder geval het geluid wat in mijn ogen ongewenst is. En kijk hoe hij dan op de weg reageert. Dus zometeen zien jullie ons terug, buiten op straat, met een echte test. Kijk hoe hij dan rijdt en of hij die... Willy kan! Oh! Maakt niet uit. Het is laat. We gaan even snel verder. De Mio staat buiten. De Mio heeft nu een Paulini Vario met 60 keer 13 rolletjes, 4,9 gram als ik goed zeg. De blauwe drukveer die erin zat hebben we er weer uitgehaald. Er zit nu weer de originele drukveer in en een nieuwe V-snaar. Op de testbank deed hij 3,5 pk. Dat is echt serieus, zeker voor zo'n klein licht dingetje. En ik hoop ook dan dat hij nu die wheelie trekt zoals ik jullie beloofd heb. Dat gaan we zo meteen zien. Wat gaan we doen? We gaan heel veel testen hoe die rijdt begrensd. Dus wat hij op de testbank zegt, kan in werkelijkheid op de weg anders zijn. Dus gaan we nu checken. En we gaan kijken hoe hij zo meteen rijdt ontgrensd. Als eerste nu dus begrensd. Ik ga even langs rijden en daarna ontgrensd. En dan gaat de cameraman. En uiteindelijk, Lana Tidovic. Weer mee achterop. Oké, ik reed een heel klein stukje en ik voel nu al verschil. Ik voel nu al dat hij vanuit stilstand heel beter opvangt. Ik kom door de rol en door die hele afstelling ga rijden. Kut man. Oh, kut man. Hij heeft nu een plekje. Deze kan ik deze niet aangeven. Oh, je schiet net die hand uit, maar ik kan het nog niet. Hij rijdt super! Ook niet echt een stoppie. Hij gaat nu een kleine 30 km per uur. Dat ga ik heel even laten zien. En we gaan even met z'n tweetje ongrens rijden. Hij gaat echt hard. Ben je er klaar voor, cameraman? Wat zei je? Nee, nog enthousiaster. Ja, oké. Mag ik nog een keer schroefdraaitje van je? Daar gaan we! Begrensd! Oké, je ziet dus begrensd. Gaat hij nu een kleine 30 km per uur. Hij trekt heel goed door naar die begrensde eindstand. We gaan hem nu ontgrenzen en kijken hoe hij dan rijdt. Ja, hij is ontgrensd. De ontgrensde stand met de nieuwe afstelling. Hij trekt begrensd al met veel power. Nu helemaal. Cameraman, hou je vast. Hou je vast. Gaat hij 55, maar zijn we het geluid helemaal kwijt en trekt hij heel hard naar het einde toe. Nog één keer 55. Nee, ik vind niet lekker rijden. Maar hij trekt wel een dikke wheelie. Goed. Maar niet of iets, jij wist dat ik wat tegen je ging zeggen. Ik zie jou kijken. Ja, oké. Goed mensen, we hebben dus vandaag weer de Simio gedaan. Het is namelijk zo, in de vorige video die hebben we gemaakt over een politieproefbegrenzen van deze Simio, had ik gezegd bij 5000 likes, pak hem opnieuw. Want er was namelijk een probleem.
De vario was versleten, de feesten was versleten en dan maakte hij een heel ziek geluid op het eind. We zijn nu dus na die 5000 likes, dat jullie binnen 3 dagen 5000 likes geven. Ben ik opnieuw naar Dennis' lijst gegaan van DDL Tuning en hier kon ik op de testbank echt meten wat nou het beste is, wat de beste setup is voor deze Mio met die begrenzing en met wat voor onderdelen. Ik heb dus ook een nieuwe feestnaam gebruikt, ik heb een nieuwe variateur gebruikt en we hebben hem goed afgesteld. Ook de begrenzing trouwens, want als je dit monteert, dan moet je de begrenzing opnieuw afstellen zodat je weer echt 30 gaat, zodat je een beetje politieveilig bent en ongrenst 1 persoon. Ging je trouwens 65, hij trekt echt fucking hard. Hij heeft bijna de hele tijd die 3,5 pk even naar het stilstand. Lange. Niet normaal. Dat is echt niet normaal. Hoe hard trok die scooter? Niet normaal hard. Het is echt niet normaal hard, Dennis. Zo hard dat zijn hand echt serieus van bijna uit de kom valt. Maar echt, dat ding dat trekt echt niet normaal. Je ziet ook wielies zijn mogelijk, alleen ik kan het niet meer. Want ik heb al heel lang geen Mio gereden en ik vind een Mio heel onstabiel tijdens die. Maar er zijn heel veel Marokkanen die het hartstikke goed kunnen. Ik weet dat jij het goed kan. Daarvoor hebben we dit pakket dus even samengesteld voor 3,5 pk maar liefst. We zijn gekomen van hoeveel pk? 1,5 pk naar 3,5 pk. Serieus, dat is echt fucking ziek. Hoe ziek is dat? Fucking ziek. Echt fucking ziek. En, wil ik er verder nog wat over vertellen? Jazeker. Want dit pakket, een heel compleet en samengesteld pakket met de politieproefbegrenzer, als je die niet al hebt, kun je bestellen op www.joeyschaap.nl en op mijn vriendse website www.ddltuning.nl. Zeg ik dat goed? Juist. Ja, dat zeg ik zeker goed. En ik ga de foto's naar hem doorsturen straks, want ik ga ze maken straks van die spulletjes. En dan kan je dus ook die spullen hem bestellen. Bestel hem, maar ja, die zulletje bestellen. Bestel bij hem, vind ik het alleen maar goed. Bestel mij, ben ik ook blij. Maar bestel hem niet bij een ander, weet je wel. Of bij hem of bij mij. En niemand anders heeft trouwens dit super vette speciale 3,5 pk. Voor meer trakrecht. Trakrecht. Ja. Nee, dus voor meer trekkracht en 3,5 pk moet je het pakket gewoon bestellen bij ons. En dan zijn wij blij. We kunnen ook deze films blijven maken. En dat willen jullie ook, denk ik. En er is nog trouwens één ding wat ik wil zeggen. Ja, dat is het geluid trouwens. Het geluid, tot slot mensen, is nu weg. Hij ging 65 en het hele ernstige en beangstigende geluid wat hij als eerste had, is er niet meer. Hij reed perfect. Op de testbank heb je iets minder weerstand. Zeker als je een meisje van 30 kilo erop gooit, dan kan hij dus gewoon veel meer naar zijn top lopen. En daar maak je dus dat geluid. En nu niet meer. Dus jullie mensen, ik dank voor het kijken naar deze video. Van Volgens met Joey. Ik ga Lana terugbrengen naar Boosdorp. Als je Lana trouwens weer wilt terugzien in deze video, moet je reageren onder de video. Dat jij wil terugzien. En als je nog een leuk idee hebt van iets wat we moeten filmen, laat maar weten. Dennis, dankjewel. Niet met je gebroken aan Lana. Telling you rustig. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Voor het leuke video, like je omhoog. En dan telling you rustig. Telling you rustig. Abonneer. Als jij zegt dat ze moeten abonneren, moet je even naar de camera lopen. Als jij zegt dat ze moeten abonneren, ga ze abonneren. Nee, niet van dichtbij, dat is lelijk. Please, help me aan de abonnees. Okay. Dicht, ja? Laag. En naar voren. Laag. Naar voren. Abonneer. Abonneer, nee. Abonneer. Ja, top, dankjewel.